Na het schietincident is er uitgebreid onderzoek gedaan. Er is gesproken met een man die ook in de woning aanwezig was toen het gebeurde. Er is gesproken met buren, die hebben schoten gehoord, die hebben mensen zien wegrennen. En er is forensisch onderzoek gedaan. Zo zijn er hulsen gevonden en bloedsporen. Alleen dat heeft toen allemaal helaas niet tot een verdachte geleid. Maar de politie geeft niet op en in 2015 komt er de mededeling vanuit België dat er een DNA-hit is. Hartstikke mooi. Toen kwamen we erachter dat het van een jongen was die uit België kwam en die hebben we vervolgens aangehouden en gehoord. Nadat hij binnen zat, hebben nog twee andere mannen zich gemeld en ook die zijn uitgebreid door de politie gehoord. In deze zaak gaat het op zitting vooral over de geloofwaardigheid van de verschillende verklaringen. Maar wij hechten de meeste waarde aan de verklaring van de man die aanwezig was en die ook is bedreigd met een pistool. Zijn verklaring past het meest in wat we ter plaatse hebben aangetroffen aan forensische sporen, maar ook in wat buurtbewoners hebben gehoord en gezien.